favoriete spelletje? Tunnels. Dat we 2 jaar verkering hebben. Oh ja. En 2 jaar samenwonen. En als je nou wil weten hoe dat precies zit, dan moet je even kijken op mijn Instagram. Als je me nog niet volgt, want daar ben ik een heel gezellig verhaal aan het vertellen. Heel spannend verhaal toch? Heel spannend verhaal over hoe wij elkaar hebben leren kennen en hoe ik in Spanje terecht ben gekomen. En al die dingen die je eigenlijk wil weten. En die ze eigenlijk niet mogen weten. En die je eigenlijk niet mag weten, maar die ik toch aan het vertellen ben. Ik heb hem meegenomen hier naartoe, ontvoerd. Ja. Helemaal. Hij had wel gisteren geraden waar we heen gingen. Dat Uiteraard. Was een beetje jammer. Maar we gaan het park waar we zijn, dat laten we morgenochtend wel even zien. Want dat heb ik niet gefilmd. Maar nu gaan we de hotelkamer laten zien. De kamer. En we gaan binnenkort ook op het kanaal Home Tours online brengen. Dus Erik-Jan gaat even oefenen. Toch wel? Ik ga helemaal niet oefenen. Ik ben hier nog nooit geweest. Nee, maar je gaat wel oefenen met een home tour geven. Ja, maar als ik ergens nog niet geweest ben, hoe kan ik dat? Je hebt toch net gekeken, even snel. Nee. Maar het is ook trouwens geen hotelkamer. Kijk, het is Villa 37. Oh, het is Villa 37. Oké, okay, let's go. Dit is een mooie zwarte deur. Een zwart plafond, een zwarte muur, grijze vloer. Oké. Okay. So far so good. So far so good. Mag ik hier naartoe? Ja. En dan nu, jongens. Million Dollar View. Da, 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 da. Met ons privé zwembad. En het zwembad heeft ook een jacuzzi. Daar. Dus ik denk dat we hier de rest van de dag zijn. Oh, sorry, het was jouw home tour. Ja, sorry. Ja, zo gaat het gelijk al mis. Oké, begin. Oh, ik moet natuurlijk over de technische dingen. Dat is eigenlijk het leukste beneden. Ze hebben de motica en alles gaat automatisch. Heb je er weer aangezeten? je moet op die knop. Ja, dat doet hij automatisch. Oh, muziek aan. Nee, maar dan kunnen we niet meer uit de vlog. Oh. Maar inderdaad, we hebben muziek. We hebben muziek. We gaan naar buiten. We gaan naar buiten. Loop jij maar. Dit is allemaal zo gemaakt zodat je naakt kan rondlopen. Ja, dat is ideaal. Gaan we ook zeker doen als we klaar zijn met vloggen. Nee, ja. Oké. Okay. Nou ja, jongens, dit is ons zwembad. Daar kan je zien dat er 2 bedjes in zitten daar. Hoe leuk. Lekker. En we hebben ook nog een terras. Met gezellige bedjes. Kijk jongens. Hallo. Ja, we moeten eerst nog even de slaapkamer laten zien. Dit is de tv. Dit is het bed. En dan kun je zo kijken. Wacht. Bed. TV. Beamer. Dit is Netflix en zo. Netflix. En dan. Wait, what is happening? Dit vind je mooi, hè? Ja, dat is wel leuk. Beamertje. En dan. Wauw. Dus als wij morgenochtend hier liggen. Ik zal meteen op mijn eigen plek gaan liggen. Ik wilde bijna op jouw plek gaan liggen. Dan is dit. Wacht. Oeh. Dan is dit mijn uitzicht. Dat is toch wel geniaal. Ook douchen doen we met een view. Hoe leuk. Regendouchen. Ik denk dat we echt alleen maar zitten te zwemmen en te douchen en zo hier. Ze zijn alleen maar nat de hele tijd. Dat klinkt een beetje vies. Nou, het was niet vies bedoeld. En dan een kledingkast, ook handig. Ik heb ook 600 dingen mee voor 1 nachtje. Je weet maar nooit wat je gaat doen. Nou dat, zullen we nu de kleren uitdoen en het zwembad in? Dat is lekker.
En dan word je zo wakker. En je ziet het goed. Dit deel... Oh, rustig vasthouden. Dit deel van de pui staat open. Een frisse, frisse berglucht. Zie je dat uitzicht? Ja, mooi. Nee, dat is bijna Zuid-Afrika-achtig. Een beetje zo. Begin je nou weer? Sorry. Ja. Wil je even vertellen wat je tegen me gezegd hebt? Eikel. Nou, ja. Gisteren toen werd ik ineens ontvoerd op dit tripje. Maar ja, toen viel eigenlijk alles een beetje in duigen, want ik had ook al een tripje geregeld voor je. Echt wel. Ik had er uiteraard aan gedacht. Natuurlijk dat we twee niet. Jaar samen waren. Echt niet. Dus ik had de trein geregeld richting Madrid. Doorvliegen naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Een weekendje safari. En daar romantisch op mijn knieën gaan. Om je ten huwelijk te vragen, omdat we twee jaar samen waren. Maar toen heb jij me meegenomen, ja, toen viel alles in het water. Dus nu zitten we hier zo in de bergen bij Alicante. Zonder ring om mijn vinger. Ja, die ligt toch in Afrika. Dus ja, je hebt het een beetje verziekt. Maar dit is niet waar, dit, hoor. Dit is ook leuk. Dit is ook leuk. Dit is dus het eerste wat hij gisteren tegen me zei. Ben je toch een heikel? Word je ontvoerd? Helemaal leuk. Ja, nee, ik had ook zo mijn plannen. Dat is niet waar. Je kent me. Ik weet dat ook precies wanneer wij hier verkering hebben, dat soort dingen. Dat is niet waar. Maar goed, we hebben wel lekker uitzicht. Ja. En we hebben boven dus een zwembad. En als het goed is, gaan we daar straks ontbijten. Dus dat zal ik nog wel even laten zien. Mm-hmm. Lekker ontbijtje. Toen zat het er weer op? Nee, het zit helemaal niet op. Ah, nee, het zit er niet op. De kamer, dat zit er wel op. Maar we gaan nu naar de spa. In Zuid-Afrika hadden we 4 dagen gebleven. Is 1 dag. Zoveel praatjes, zo weinig daadjes, meneer. Dat is waar. We gaan nu lekker. En de spa, ik ben benieuwd. Ja, je houdt er niet van. Nee. Maar het zat bij de kamer in. En we zijn wel Hollanders. Het is gratis, ik heb ervoor betaald. Oké, nu ga ik even vloggen, want ja, dit was toch wel heel grappig om te zien. Gisteravond zaten we een film te kijken, Margot Robbie. Ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen. Margot Robbie, Focus, Will Smith. Ja. Goeie film, leuke vrouw om te zien. En die kwam daar helemaal bij het zwembad aanlopen, met een vriend, op hoge hakken. En toen zei ze, wie gaat er nou in hemelsnaam op hoge hakken lopen richting een zwembad? Nou, blijkbaar zijn er dus andere mensen die dat ook doen. Want als je je normale schoenen vergeet, heb je geen keuze. Ja, maar je wordt gelijk gestraft voor je uitspraken. Ja, maar ik wilde de hotelbadstofslippertjes. Kijk, die wilde ik aan, maar dat mocht niet van jou. Ja, naar de parkeergarage boven door het grind heen. Dat kan toch niet, mafkees. Maar zo loop je dus voor lul, hier zo door naar het zwembad toe. Ja. Heel ernstig dit. Ik loop gewoon voor lul. Oké, we zijn dus in de spa. Oh, sorry. Ja, dat lag. En we hebben een Cinco Elementos tour. Ja, maar ik ken de magie. Ja, maar we gaan 5 verschillende dingen. Ik hoop dat de laatste seks is. Als we erin toegevoegd hebben. Wat? We hebben... al een Finse sauna gedaan, dat vond ik dat heel moeilijk. Okay. Daarna zijn we in Turkse Thomas geweest, moesten ons insmeren met zonbollen. Dat was wel lekker. En nu zijn we in een of ander gek ding en dat ga ik niet eens uitleggen, maar we gaan het laten zien. Dit is wel grappig. Eerst een hoopje oversteken. Je moet alle voetjes vinden. Oh, sorry. Kom, jij moet ook wel. Kom eraan. Ah, kusten.
warmer dan, hè? Nu moeten we door de regen. Oh, wacht. Ik wil er nog een. Het is nu warmer regen. Ik denk dat we die kant op moeten kijken voor de view. Oh ja. Goed idee, schat. Net op het koud, dit is warm maken. Ik denk dat de leidingen zijn doorgevoerd. Bankje. En dan dit uitzicht. Dit uitzicht. Oké, hier mistert het. We gaan nu door de miserregen. Foggy mist. Foggy mist. Foggy rain. Oh, wat lekker. Zo weer fris. Ik vind, ja, dit is wel weer fris. En ik vind het lekker, want dit moet me dus aan Nederland denken. Jawel, want dan ging ik op de fiets naar school en dan had je zo... Dit is zo lekker in je fris. Dat is voor jou, dat is nog niet zo lang alleen. Dat kan je nog niet meer. Ik ben nog jong. Dit gaat lekker. Misschien wordt het wel ieder rondje met je warmer water. Nou, dat was dit circuit, jongens. Pas gezellig. Maar, oh. Dus we hebben een vuurmat, aarde. Dit is water. Denk het. Wat hebben we nog? Wind? Ja. Wat blijft er? Geen idee. Ja. Rondgedreven. Dus eerst konden we naar het uitzicht kijken door middel van allemaal spiegels. Daarna ging het dicht en hadden we een soort disco-lampjes. Nee. Het was in de ruimte. Oh ja. Ja, en Erik Jan heeft me bij mijn voeten rondgelaten dobberen en met mijn haar laten bewegen als een zeemeermin. Of was dat geheim? Ja. Kijk, zo zag het er dus uit toen we nog niet dicht hadden. En als je dan dus naar boven keek, kon je door middel van de spiegels het uitzicht zien. Zoals je het hier ook ziet. En dan daarboven. Nu. En de laatste stop is het zwembad. Geen seks. Helaas, Erik-Jan. Maar kijk, waar ik het gisteren over had. Lekker bedje, om te chillen en een walrusje in het water. Hallo. Nou, we hebben het heerlijk gehad in de spa. Nu gaan we nog eventjes lekker bij het zwembad liggen. Van dit uitzicht genieten. En even wat eten. En dan gaan we weer naar huis. Terug naar de kindjes. Wat wil je vloggen, schat? Nou kijk. Geitenkaassalade. Steek dat daar. Culinair verantwoord. Sandwich mixen met patat. Ketchup. Ja, maar oh, ja. Die patat ga ik niet eten, want dat vind ik, maar die hebt, zit gewoon kip op. Is gewoon een soort club sandwich. Waarom heb je dan net mijn ergens gevraagd aan in mijn eten? Ja, voor die paar patatjes die ik wel wil eten. Oh, maar je ging het niet eten. Ja, maar niet, ik ga dat niet opeten. Maar je bent echt wel een beetje een boerinnetje als ik dit weer zie. Ja, maar luister, ik lust geen geitenkaas. Dat vind ik gewoon echt niet lekker. Van die salade lust ik best een beetje als jij met me wilt delen. Maar de geitenkaas vind ik niet lekker. Steak tartar, not my cup of tea. Ja, nou, en voor de rest... Ja. Nou, deze was gisteravond heel lekker. Dat bedoel ik. Er zit geen ham en kaas op. Het is met kip en weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon een soort clubset. Fuck ja. Gaat het goed?
zit vol. Heel elegant, hè? Een mooie sandwich. Dat is lastig eten. Snappen jullie het nou? Loop ik net in de spa met mijn deadbot. Weet je wat? Een deadbot, mijn dikke buik. Mijn papa's buikje. En... Hoe kom je daar nou weer aan? Oh, dat is hartstikke bekend. Ken je dat niet? Nee. En dan loop jij daar zo, terwijl je zo'n patat zit te vreten. Kijk, de mayo is er, de ketchup en dit soort sandwiches. En ik zit aan mijn salade. Mijn magere vlees. Het is niet eerlijk, het leven. En ik sport nog ineens. En ik wel. Dat is niet waar. Ik rijd paard en ik doe Zumba. Ik rijd paard, dan zit je op een beest wat voor jou aan het werken is. En je bent 2 keer naar Zumba geweest in de afgelopen 3 maanden. Dus hou op, schei uit. 3 keer. Oké. Okay. Echt. Leven is niet eerlijk. Het is zondagochtend. En de bende van ellende is op pad. Hé jongens? Je moet doorlopen. Lekker bel. Wat hij mij cadeau gedaan heeft na onze romantische getaway. Schrikkelijk. Ja, je wilde toch vragen wat we ervan vonden? Dus we eigenlijk moesten stemmen. Stemmen. Mijn nummer is 034-649-842-543. Even stemmen. Laat eens afgaan. Tegen ieder aannemelijk bot. En toen begon het te regenen. Jongens, het regent, het regent. Steentjes, niet vallen. Wie heeft er gewonnen? Rotel, gefeliciteerd. Who is the champion? Zeg de twerker, Luca. Winner, winner. Zullen we dit ook even vloggen? Zullen we dit ook even uitleggen op de vlog? Of, Wat gaan we uitleggen? Vertel. Nou, mijn eerste fan met mijn korte kapsel. Oh ja, ik heb iemand gevonden die hem wil hebben. Nou, doei jongens! Doei! Nou ja, zo heb je een vent en 3 kinderen. En zo niet meer. Nee, ze gaan eventjes wat drinken, want zodra we langs mama naar huis lopen, wil de kinderen natuurlijk altijd gedag zeggen, logisch. Erik gaat daar even wat drinken en ik ga even koken en dan komt straks dat hele zootje naar ons huis, want we wonen ongeveer op 200 meter lopen, daar is ons huis. Daar is Naomi haar huis, dus we wonen ongeveer 200 meter van elkaar, dus dit gebeurt te vaker. Dus, nou ja, en als ze me echt wil houden, dan met dat nieuwe kapsel vind ik het denk ik ook wel prima.